Cirque Ampe, we zijn hier in Brugge. Het was vandaag de derby, Cirque Ladies tegen Club. Hoe liep het? Niet zo goed. De eerste helft was volledig hun er eigenlijk. De begin van de tweede helft waren wij vooral heel tijd bezig op hun helft, dus dat was redelijk ça va. Juist de afwerking kwam er niet. We hebben veel kansen gecreëerd. Het was moeilijk spelen. Als de bal bij hun er van achter kwam, ging het eigenlijk direct terug naar voren. Ja. Ze spelen met diepe ballen naar voren. Ze hebben meer geluk gehad, heel veel geluk in de afwerking. Maar we kunnen zeggen dat ze verdienen om de eerste plaats staan, denk ik, als ze met die uitslag winnen. Ja. Bij de rust was het 0-3, begin tweede helft. Je hebt bijna een kans, hè? De keeper misrekent zich. Ja, de keeper mispakt hem. Het terugspelen van de bal. Ik zet gewoon direct druk. Buitenkant paal, jammer genoeg. Maar als we een goaltje hadden scoren, kon de match helemaal anders zijn, maar jammer genoeg. Ja, en op het einde kon Shawnee Thomas, denk ik, nog bijna scoren. Hè? Ja, Shawnee Thomas zat ook al in de match. Jammer dat de efficiëntie er gewoon niet was vandaag. We hebben redelijk wat problemen met de efficiëntie, blijkbaar. Ja. Volgende week moeten jullie naar Melk zeilen. Moeilijke wedstrijd opnieuw, hè? Het is inderdaad nu de eerste niet, maar de tweede. Dus we zullen zien zeker. Daar is op kunstras. We hebben vorig seizoen een goede match gespeeld tegen Melstelen. In de hele ronde ook een hele goede... vorig seizoen ook een hele goede match. Ja. Nu, het is te zien wat de ploeg nu is. We zullen zien, zeker. Ja. Kunstras, ligt jullie dat beter om te voetballen? Wel, de woensdag trainen we op kunstras. Ja. Ik vind het altijd iets leuker, omdat de bal gerold dan. Dus we zullen zien. Ja. En hoe zie je het verder verloop van het seizoen? Het is het einde van het jaar. Wat denk je voor volgend na nieuwjaar? Ik zeg het, als het geluk meer aan onze kant zit qua afwerking, dan denk ik dat we wel hoger kunnen geraken waar we nu staan. Nu staan we op ongeveer de 10e plaats. Ik vind dat we verdienen voor hoger te spelen. We hebben de domme punten verloren. We zullen zien. Oké, ik dank je. Veel succes nog. Dank je wel. Dank u.